Hallo, welkom bij weer eens een update voor mijn Panda Pallet. Wat echt al 3 jaar geleden is dat ik er een update voor heb opgenomen. Sorry daarvoor. Het kwam een beetje op een laag pitje te staan uiteindelijk. En daarom heb ik gewoon geen update meer opgenomen sinds juni. Volgens mij was juni mijn laatste update. In ieder geval, ik ben hier nu weer met een update. Het is vandaag de 24e van september. Ik weet nog niet precies wanneer dit online komt. Waarschijnlijk gewoon aan het eind van de maand. Zodat ik weer iedere keer aan het eind van de maand een update kan plaatsen. Maar het leek me leuk om weer eens te laten zien waar ik nu ben met mijn paletje. Want ik ben er weer wat meer gaan gebruiken en dat kan je duidelijk zien. Dus het leek me leuk om dat aan jullie te laten zien. Ik zal wel eerst even een foto of een stukje film invoegen hoe het eruit zag de laatste keer dat ik die update deed. Zodat je weer een beetje bij bent. Wat ik zeker weten heb gehaald is de oogschaduw die in dit doosje zat, die is op. En het was een kleurtje die in mijn selfie paletje zat. Dus die oogschaduw is helemaal opgebruikt. Volgens mij wilde ik in die video de helft van de helft opgebruiken of zoiets. Maar goed, die video is van mei, dus dat is uiteraard al lang gelukt. Het is niet eens zo heel lang geleden dat ik deze oogschaduw heb opgemaakt. Maar hij zat dus nog voor de helft ongeveer vol. En hij is nu helemaal leeg. Ik denk dat ik dit doosje nog even ga bewaren. Voor het geval dat er nog oogschaduw zijn die ik hierin wil repressen ooit. Maar voor nu blijft hij even leeg. Voor mijn selfie paletje. Vorige keer hadden we nog, even kijken, de gouden kleur zat er nog een beetje in. Die is al lang opgebruikt. Echt al lang, al lang. En hier zat dus die matte bruine kleur die ik heb gerepressed in het vorige doosje. Die is dus ook officieel helemaal opgebruikt. Als we even gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn er nu op. En als zevende hebben we hier nog een lege. Dat was de zwarte. Nou weet ik dat die de vorige keer best nog wel vol zat. Die heb ik niet opgebruikt op mijn ogen. Want ik vond dat een lastige zwarte kleur. Hij had heel erg veel fallout. Dus ik gebruikte hem eigenlijk liever niet. Wat ik daarmee heb gedaan is, ik heb er een nagellak van gemaakt. Ik heb gewoon een doorzichtige, het was gewoon een topcoat. En daar heb ik hem helemaal in verkruimeld. En daar was een zwarte nagellak uitgekomen. Die heb ik nu toevallig ook op mijn nagels. Het is echt een hele toffe kleur geworden. Zwart en er zitten een beetje glitters in. Ja, het dekt super goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik toch nog gewoon plezier daarvan. Een ander doel wat ik had was de bovenkant van deze oogschaduw opmaken. En dat is gelukt. Niet in die maand. Die is echt pas net op, maar goed. Hij is nu op. Op zich gaat het best wel oké met dit paletje. Ik zou niet weten of ik hem voor het eind van het jaar helemaal op krijg. Maar nou ja, we zullen zien. Ik weet ook nog niet precies wat voor doelen ik moet stellen. Want ik zit nu een beetje met welke kleuren ik moet gebruiken. Deze heb ik echt nog niet aangeraakt. Want ik draag deze kleuren zo echt nooit. Dus ik probeer een beetje combinaties te vinden die werken. Deze kleur combineer ik met een kleur uit mijn andere palet. Die zal ik zo even laten zien. En dat gaat op zich prima. Dus ik denk dat ik gewoon vooral hier nog aan ga werken. Hij is hier ook wel iets dunner. En nou ja, dan zie ik wel hoe ver ik kom. Dus ik ga niet echt een doel stellen. Hier het andere palet. Dat is het Run Boy Run palet van Makeup Revolution. En die is ook al een beetje veranderd, zoals je misschien kan zien. De vorige keer dat ik hem niet zien had ik pen hier en een beetje pen hier. Dit is heel erg veel vergroot en ik gebruik die kleur bijna iedere dag. Deze is volgens mij een heel klein beetje groter geworden. En ik heb de pen geraakt in deze kleur, want die combineer ik dus met die andere kleur die ik net liet zien. En de laatste paar keren heb ik ook deze kleur gebruikt. In plaats van deze kleur om over die bruine te doen. En dat werkt ook wel goed. Zoals je kan zien heb ik hier ook wel een beetje een kuiltje ingemaakt eigenlijk. En omdat ik nu die matte bruine kleur op heb gebruikt, ben ik begonnen aan deze kleur. Die gebruik ik nu in mijn crease gewoon. Maar ja, dat kan je nog niet heel erg goed zien. Je ziet wel een klein beetje op het patroon.
wegaanslag is, maar nog niet extreem. Ik denk dat ik voor dit palet wel kan stellen als doel dat ik hier ben op geraken. En sowieso dat ik deze groter ga maken, deze pen. En misschien kan ik zelfs pen raken op deze kleur, maar dat weet ik niet zeker. Dus ga ik ook niet zeggen van dat wordt mijn doel. Maar als het gaat lukken zal het wel mooi zijn. En dan was dit mijn update. Na een paar maanden was ik er weer eens. Sorry voor het lange wachten, maar ja, ik ga nog wel proberen om in ieder geval het selfie paletje op te maken. Voor het eind van het jaar. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat zullen we met z'n allen wel zien. En ik hoop dat ik weer wat vaker een update kan maken. Misschien niet iedere maand, maar dan om de 2 maanden. We zullen zien. Maar dit was in ieder geval de update voor deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef de video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat me nog maar weten wat je wil weten. Of laat een leuke reactie achter. En vergeet je vooral niet te abonneren. Want daar word ik ook heel blij van. En dan zie ik jullie wel weer bij de volgende video. Doei!